Charles Gordon, die heeft er vanaf dag 1 gestaan achter zijn broer Harvey Gordon. Harvey, die werd ervan beschuldigd een dochter van Charles seksueel te hebben misbruikt. Deze zaak die is er vaker in de media geweest, omdat de heer Charles Gordon ook zelf het onafhankelijkheidsplein had opgezocht om als één man te protesteren. De broer Harvey die is er afgelopen vrijdag op voorlopig in vrijheid gesteld door de rechter. We spraken vandaag met beide broers, waaronder ook meneer Charles, emotioneel zoals hij altijd is. En hij vraagt zich nu af hoe verder met zijn kinderen. We voeren nu naar dit verslag. Ik ben Harvey Gordon. Ja, en Charles Gordon, broer van Harvey Gordon. Ja. We zien dat uw broer dus hier staat, meneer Harvey. Ja. Dat betekent... Nee, meneer Charles. Ja. Dat betekent, uw broer is nu op vrije voeten. Ja, voor mij is hij op vrije voeten, maar vanwege dat we op uit moesten om verder te gaan met de case, dan zijn er een paar blummies die wijzen dat hij niet schuldig is bevonden, maar de zaak, hij is niet helemaal op vrije voeten. Want anders zouden wij nu kunnen beginnen met onze case. Want het ergste is... Voor mij is Harvey niet zo'n 100% belangrijk. Maar het gaat bij mij om mijn kinderen. Want ze zijn nog steeds in handen van de daders. De daders die ze hebben gevoerd naar de zitting. En dat ze terug gaat met mijn kind. En daarop ben ik. Mijn kind, want ze zijn nog steeds aan het verdrieten toe. Ze zijn verdrietig. Want ze kunnen niet bij papa zijn. Het is nu vakantie. Ik wil mijn kinderen zo graag terug. Al is mama weg. Mama wijst dat zij niet wil, maar papa wil... Papa houdt van die kinderen en papa doet alles. Papa heeft altijd alles gedaan. Hij heeft zelfs voor mama gezorgd. Hij let op mama en die kinderen. Toch vond ik het niet erg. Ik heb ervoor gezorgd. Ze weten dat mama niet zo 100% is. Toch willen ze mama toelaten als voogd. Terwijl ik de daadwerkelijk vanaf geboorte de voogd ben. Dan nu laten ze mijn kinderen in handen van de daders. Ze komen me gewoon treiteren met mijn kinderen lopen. En mijn kinderen leren om te liegen. Dat is de ergste. Ik hou het hierbij en bivas, ik leg u ook nog voor, hou rekening mee. Zo snel mogelijk mijn kinderen uit handen van de daders. Want hoe kan het zo zijn dat ik met meneer Ramis een heftige ruzie heb en mijn kinderen zijn bij meneer Ramis. Meneer Ramis, no man, is me, ook is dem chimf me. Na likte u Guyana, tek dem chimf me, le krijgsgevangenen. We vertangen Guyana dat ik is top chimf, na krijgsgevangenen. Heer Harvey, wanneer bent u voorlopig op vrije voeten gekomen? Ik ben afgelopen vrijdag op vrije voeten gekomen, maar de rechter... Wat heeft de rechter aan u gezegd? De rechter heeft me gezegd, je mag nu gaan. En op 17 of een of dergelijke datum, oktober, wordt dat zaakje afgerond. Maar ik dacht van, hoe kan dat nou eens? En waar dient u zich te houden? Wat? Ik dien me eigenlijk te houden naar... U moet zich aanmelden. Dat wat me is voorgehouden, dat ik op 17 of 16 oktober weer word verhoord. En ik moet op de zitting vandaag, ik moet op de zitting verschijnen. Dus op een gegeven moment dacht ik van, maar waarom is er weer een einde aangebracht geworden? Want ik heb al onschuldig 8 maanden daar gezeten. Onder hoeveel omstandigheden, onder hoeveel gehaal en getrek. Je wordt gewoon, misschien je wordt kapot geslagen en... Oké, maar dacht ik van, ik ga me bij neerleggen, want dat het komt goed, maar wat ik heb meegemaakt, staat daar voor een ander deel. Want dan, hoe ik hier nu op vrij voeten ben, voel ik me echt niet gelukkig. En het is echt niet prettig om uit je burgerleven gelift te worden. En alsof je bijna gegijzeld wordt door de politie die gewoon daar zit. Te pronken met andere soort activiteiten. En ik heb er geen baat bij dat het ook andere burgers kan overkomen. Dus ik wil echt iets dat de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn, dat ze wat eraan gaan doen om bepaalde dingen te voorkomen tegen de burgerij. Want de burgerij, als je geen burgers hebt in je land, ben je nergens. En alsof je ook goede burgers hebt in je land. En ik vind dat ik een geaard burger ben van Suriname. Ik ben verantwoordelijk voor kinderen. Ik ben eigenlijk bijna een publiek beest. Ik kan helpen waar het moet. Dus wat me is overkomen, vind ik echt, ik keur het af. En ik wil fel afreageren op mensen die zulke
handelingen plegen om te liegen. Zelfs als ze liegen, leugenaars, grote leugenaars. En ze kunnen helemaal geen dienaar worden van de waarheid. Echt, ik zeg je, ik zweer het. Waar was u opgesloten? Ik was opgesloten eerst op Gijsplein van Latour uit. Bij de eerste dag was ik al half kapot geslagen. En dan op Gijsplein ben je aangekomen. En de politie sleutelt je gewoon aan je trui. En hij geeft aan die arrestanten van die daar ook aanwezig zijn. Van dat je een of ander verkrachter bent. Of je bent een gasbomdief. Of je bent een of ander kippendief. En dan word je gewoon overhoop geslagen. Zelfs onder bedden probeert men je te douwen. En ik heb daar bijna drie weken moeten meewakken onder een bed. En terwijl ik rustig was in het binnenland met mijn hangmat. Of thuis, of als het een kapotte matras, maar toch. Ik heb de juiste plaats waar ik mijn hoofd kon leggen of waar ik kon uitrusten om de volgende dag weer op een week na drie dagen na een break om weer naar het binnenland te trekken. Dus in de cel bent u mishandeld door mede-arrestanten. Mede-arrestanten en de politie zelf doet er niks aan. Er is daar een huiswaarder die je roept tot vergeefs. Er zijn andere mensen, er zijn ook andere hogere rangen daar, er zijn mensen die officieren zijn en zij krijgen niet eens de nieuws op. Ze krijgen het, maar ze sturen gewoon met hun pet er naartoe op. Ze lakken het aan hun laarzen. Wat daar met je gebeurt, het interesseert ze weinig. En het is een levensgevaarlijke iets, want ik ben bijna dood gegaan. Meneer Harvey, ik wil dat je goed naar deze vraag van me luistert. Okay. Deze broer van u, Charles, die heeft vanaf dag 1 aangegeven, u bent de dader niet. Uw broer heeft vanaf dag 1 de volste vertrouwen in u dat u zijn kinderen of zijn dochter niet seksueel hebt misbruikt. Ja. Is dat werkelijk zo? Helemaal. U bent niet aan dat meisje geweest? Helemaal aan. Bij God waar. Bij God waar. Anders word ik ook zelf kapot. Hoe zou ik dan zoiets kunnen uitspoken of uithangen? Ondanks ik weet dat mijn andere familie... Dus op mij zou vallen, hoe zou ik dan in de gemeente, hoe zou ik ze kunnen aankijken of aanzien? Of hoe, ik zou tenminste, dat zou ik smelten. Want iedereen kent me. En ik had ook graag dat men een register even zo mocht meenemen om bij bepaalde mensen te gaan om te zeggen van wie is Harvey of wat is Harvey. Je zou soms een bepaalde negativiteit horen van ja, hij doet soms zo, hij doet bepaalde dingen, maar qua seksueel misbruik, ik denk het niet. Het zou nooit meer anders, misschien helemaal niet bestond. U hebt geprotesteerd, meneer Charles, op het plein. Hoeveel dagen was u daar? 1 tot 2 dagen. De tweede dag heb ik gehoor gegeven, want men probeert alles in schoenen van de president te schuiven. En ja, daarom heeft hij me, iemand aangewezen om de zaak te leiden, die Marcel Oostburg. Maar hij is me komen weghalen van de straat. Ik heb gehoor gegeven, ik ben weggegaan. En nu vandaag is het gebleken dat Harvey eruit is. Maar hij is niet helemaal op vrije voeten. Hij is in voorlopig vrijstelling, zoals ik het begreep. En tijdens deze voorlopige vrijstelling willen we ook gelijk gretig gebruik gaan maken van naar de plaatsen te gaan waar we moeten zijn. Voor de verdraaiing van deze heftige zaak, jongen. Look hoe dat vernietigd dan mij vernietigd de pchins heeft de noang in bakka. De mij mektra mij poseer aan mijn pchink gewoon een traitor mij. Een char mijn pchink een guang aan mijn pchink bakka mijn gado mijn jezus. Na mijn pchink dat mij nog maar op niks te zeggen voor mijn pchink. Na zo sma ik ook over mijn pchink sans maar zo mijn pchink douwens. 3 maanden, 4 maanden, een jaar. Kijk, die mevrouw Bron. Ze zit al sinds 2017, 18 achter me. Om die kinderen. Oh, poer, poer, smaapje, no money, anomie, gado. Zijn er geen arme kinderen? Kijk, ik heb mijn huis. Ik heb 2 percelen. No, de mij op aan. No, een boedel. Maar bijna mij ontakken. Dus maar voor serenda. En mijn man vindt dat zo'n kopij was ook zo jazzo. Luuk om mij bieden, bifastak mij bij was ook zo. Mij bifast kolok mij ook zo samdwangen. Akba, na pe ala dem tien geboren. Nou, een paleis de wan sino, nanga erko nanga alasani fos den laten to. Nee, mi wan mi ching den aden daders, den hebben begrijpt dat mi ching daden daders, tak ane go om Harvey. Na dem ching fo mi den baby, mi wan den. Mi ga de jongens, Ivor, hij wordt eens emotioneel, maar ik niet, want ik weet, ik sta Ivor sterk in mijn schoenen, want ik, qua misdrijven,
kan je weinig over me praten. Als er om iets om monteur gaat, of om machines te doen, of op operatie uit te hangen, dan kunt u me aanspreken. 17, tot slot. We gaan afronden, heren. 17 oktober gaat u dus netjes aanmelden. Ja, zeker. Alles het, al hadden ze daar een... Al hadden ze dan, ik had er ook om gevraagd om dagelijks vanaf mij in vrijheidstelling, om dagelijks daar even een aantekening te gaan maken van, ja, ik meld me aan, alles is dagelijks. De 17 oktober is voor mij geen hekse tour. Dat is nu 16 daar slapen. Dat is nu ga ik daar slapen, wachtende op hun. Om nu hier op straat blijven staan, totdat ik mijn kind in mijn handen krijg. Want zonder dat kind, kan ik een aangifte gaan doen?